Want to speak real Dutch from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at DutchPod101.com. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag, oftewel de opening van het vergaderjaar van de eerste en tweede kamer. Op deze dag wordt de troonrede door de koning uitgesproken. En biedt de minister van Financiën de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan? In deze les leren we u over de gebruiken rondom Prinsjesdag en waar deze gebruiken allemaal vandaan komen. Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse speech van de koning wordt geëindigd? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Rijksbegroting en de miljoenen nota voor het nieuwe jaar bestaan uit voorstellen van nieuwe wetten. Voor goedkeuring worden deze van tevoren in de Eerste en Tweede Kamer besproken. Omdat daar best wat tijd voor nodig is, moeten de plannen ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Daarom is de datum van Prinsjesdag de derde dinsdag in september. Vroeger, rond 1850, was Prinsjesdag op de derde maandag in september. Maar omdat sommige Kamerleden hierdoor moesten vertrekken op een zondag, is de datum verplaatst naar een dinsdag. Alleen op Prinsjesdag gaat de Gouden Koets naar buiten. De Gouden Koets staat vrijwel het gehele jaar in de koninklijke stallen achter het paleis Noordeinde in Den Haag. Alleen op Prinsjesdag mag en gaat het rijtuig naar buiten voor een tocht van enkele kilometers naar het binnenhof en weer terug. Slechts bij hoge uitzondering bestaat de mogelijkheid de Gouden Koets van dichtbij te bekijken. De Gouden Koets was ooit van dichtbij te bewonderen en een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar deze tentoonstelling was er maar voor één jaar. Het beroemde koffertje waarin de minister van Financiën de miljoenen aanbiedt, bestaat al sinds 1947. De toenmalige minister van Financiën, Liefdink, wilde Prinsjesdag wat chieker maken. En besloot de stukken in een fraai koffertje met zich mee te nemen. Dit gebruik werd tien jaar in stand gehouden totdat minister Hofstra de traditie verbrak door de rijksbegroting gewoon in zijn tas mee te nemen. Dit viel bij veel studenten niet in goede aarde en besloten zij om de minister zelf maar een koffertje aan te bieden. De koffer die de minister nu gebruikt is al in gebruik sinds 1964. Prinsjesdag is al sinds 1815 een jaarlijkse terugkerende Nederlandse traditie. Alleen was het toen nog niet de Prinsjesdag, zoals we die nu kennen. De gouden koets bestond toen nog niet. Deze werd voor het eerst in 1903 gebruikt. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse rede van de koning wordt geëindigd? Na het lezen van de troonrede roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering. Leven de koning! waarop alle aanwezigen antwoorden met Hoera, hoera, hoera. Hierna verlaat de koning de zaal naar de naastgelegen koningskamer. Hallo iedereen. Mijn naam is Gabriella. Elk jaar op 14 februari is het Valentijnsdag. Eén dag per jaar, geheel in het teken van romantiek, liefde en een klein beetje mystiek. Geheime aanbidders veroveren hun geliefde door gedichten en chocolade. Postbodes worden opgewacht en brieven, ook wel Valentijns genoemd, worden met trillende handen opengemaakt. In deze les gaan we u leren hoe Valentijnsdag wordt gevierd in Nederland. Weet u welke bloem naast de roos ook symbool staat voor de liefde? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Op 14 februari rond het jaar 300 werd een jonge Romein, Valentijn genaamd, geslagen en onthoofd omdat hij het christendom niet wilde verlogenen. Voor het dochtertje van de gevangenenbewaarder die hem bewaakte en met wie hij bevriend was geworden, liet hij een briefje achter met daarop de tekst van je Valentijn. Sindsdien werd deze dag een dag voor de vriendschap. Rond de middeleeuwen werd dit verhaal gecombineerd met de vruchtbaarheid van de liefdesgod Cupido en ontstond Valentijnsdag zoals we dat nu kennen, de dag van de liefde. Tot ongeveer 70 jaar geleden had Nederland niet veel met Valentijnsdag. Eind jaren 40 ging het namelijk niet goed met de binnenlandse vraag naar bloemen, in tegenstelling tot de geweldige export ervan. Het voorstel van een bestuurslid van de Nederlandse bloemisterij en Valentijn ook in Nederland in te voeren, bracht hier verandering in. Juist rond de Valentijnsdag worden de grootste hoeveelheden bloemen aan Amerika verkocht en geëxporteerd. Waarom Valentijnsdag dan niet vieren in ons eigen land? In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk het karakter van een dag voor vriendschap. Een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Niet speciaal tegenover je liefde, maar ook naar bijzondere mensen. De Nederlandse tv-programma's zijn dan ook in de ban van de romantiek. En zijn tv-programma's als All You Need Is Love en Love Letters ontzettend populair. In deze programma's worden geliefden weer bij elkaar gebracht, na van elkaar gescheiden te zijn geweest. De liefdesdokter brengt ze dan weer bij elkaar en geeft de partners de mogelijkheid om op tv elkaar te zeggen hoeveel ze van elkaar houden. Valentijnsdag in Nederland lijkt geen aanleiding te geven tot creativiteit. De laatste tien jaar zijn de populairste geschenken hetzelfde gebleven. Op 14 februari zijn parfum, lingerie en bloemen nog steeds de meest populaire verrassingen. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: weet u welke bloem naast de roos ook symbool staat voor de liefde? Rode en witte rozen samen in een boeket staan universeel voor een eeuwige ware liefde en vormen wellicht het ultieme Valentijnsboeket. Alleen in Nederland staat de rode tulip ook voor de liefdesverklaring, samen met de gele tulip die staat voor de perfecte liefde. Iedere kleur tulip staat voor verbondenheid. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Het beroemde feest Carnaval begint met de vaste tijd 40 dagen voor Eerste Paasdag. De eerste Carnavalsdag valt dan 6 weken voor Eerste Paasdag. Carnaval begint officieel op zondag en duurt tot en met de volgende dinsdag. Alleen in Nederland wil het feest vaak nog wel eens eerder beginnen. Vaak begint het feesten al op donderdag en soms zelfs al op de woensdag voor Carnaval. In deze les gaan we u vertellen over de gewoontes die bij de Nederlandse carnavalsviering horen. Welk getal staat centraal tijdens de carnavalsdagen en staat ook wel bekend als het gekkengetal? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag. In Nederland is er echter ook sprake van een carnavalsseizoen dat op 11 november om 11 minuten over 11 begint. In Nederland wordt deze start van het seizoen in ieder carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. In Maastricht vindt op die dag een grote manifestatie plaats die ieder jaar zo'n 30.000 bezoekers trekt. Het getal 11 is van oudsher het getal van dwazen en narren en duikt veel op. Oorspronkelijk was carnaval een eetfestijn, Een laatste keer om eens goed te eten voordat de 40 dagen vasten zouden beginnen. Alles werd in ieder huishouden tot op de kruimel opgegeten, omdat het tijdens het vasten anders zou bederven en dat zou natuurlijk zonde zijn. De reden van het vasten is om de 40 dagen te gedenken waarin Jezus zich in de woestijn bevond met alleen het brood nodig. Tegenwoordig wordt er in Nederland niet meer echt gefaast. Maar wordt het op een andere, zeer opmerkelijke manier gevierd. Tijdens de carnaval is de bekendmaking van de prins een van de belangrijkste gebeurtenissen. De prinsonthulling trekt daarom altijd vele bezoekers. Prins Carnaval is meestal iemand die in het verleden actief is geweest in het plaatselijke carnavalsleven. Of is de prins een bekend persoon? zoals de voorzitter van een lokale voetbalclub of de eigenaar van een groot bedrijf. Je kunt niets speciaals doen om uitgekozen te worden als prins. Heel soms kun je jezelf beschikbaar stellen, maar vaak bepalen de carnavalsverenigingen de prins zelf. Wist u dat de carnavalsteden en dorpen een tijdelijke carnavalsnaam krijgen? Zo wordt bijvoorbeeld Tilburg, Kruikenstad, Eindhoven, Lampengaat, Sartogenbos, Oeteldonk, Sittard, het Marotteriek en zo nog vele andere. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welk getal staat centraal tijdens de carnavalsdagen? Het getal 11, ook wel gezien als het dwazen- of gekkengetal. Wist u dat als u de letters van het woord gekkengetal optelt, dat u uitkomt op precies 11 letters? De bekende carnavalskreet. Alaaf is dan ook een verbastering van het woord elf. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hoera, 27 april, het is Koningsdag. En elk jaar hopen we natuurlijk op de zon, want alleen dan trekken we er massaal op uit natuurlijk. Of misschien een drankje op het terras, of wat rommelmarkten opzoeken om te snuffelen. In deze les zal u aan de weet komen waarom Nederlanders eens per jaar volledig in het oranje gekleed de straat op gaan om samen met elkaar feest te vieren. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Koningsdag, voorheen Koninginnedag. Is een nationaal erkende feestdag waarbij alles letterlijk draait om feesten en plezier maken. De pret begint al tijdens de Koningsnacht, de nacht voorafgaand aan Koningsdag, waarbij iedereen verkleed in Oranje naar de steden trekt. Koningsdag valt op de verjaardag van Koning Willem Alexander op 27 april. Maar als deze op een zondag valt, dan wordt het een dag eerder of later gevierd. Net als koningin Wilhelmina en koningin Juliana dat voorheen deden, viert ook koning Willem Alexander deze dag op zijn verjaardag. Dit in tegenstelling tot koningin Beatrix, die vierde koninginendag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Dit kwam omdat volgens koningin Beatrix januari te koud was voor festiviteiten. Tijdens de koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander en koningin Maxima Saragietta samen met andere leden van de koninklijke familie verschillende feesten door Nederland heen. Samen met de media neemt het koninklijke paar deel in verschillende parades en andere festiviteiten, zoals de Vrijmarkt in Maastricht of het jaarlijkse festival op het museumplein. Deze bezoeken zijn bij iedereen thuis op televisie te volgen. Op de zenders Nederland 1, 2 en 3 zal het meeste oranje nieuws uitzenden omdat deze zenders bij de publieke omroep zenders horen. Ieder jaar is er op het Museumplein in Amsterdam een gigantisch festival wat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is zo populair dat de naam Museumplein ook wel bekend staat als Oranjeplein, en dit maakt het ook de juiste plek om Koningsdag te vieren. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? Naast de kleur oranje passen de kleuren rood-wit-blauw. Ook prima op de verjaardag van onze koning. Deze kleuren zijn namelijk van onze vlag en sluiten de kleuren van onze vlag volledig aan bij de kleur van ons Koningshuis. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Kerstmis, de 25e en 26e van december is de tijd van het jaar waar de winkelstraten worden versierd met lichtjes en veel dennengroen. Het is een gezellig feest met de familie. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders kerstmis vieren. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De kerstavond luidt het begin in van het kerstfeest. Kerstavond valt dan ook elk jaar op 24 december, op de avond vlak voor kerstmis. De meeste mensen gaan deze avond naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. De middernachtmis op kerstavond is dan ook vaak de drukst bezochte kerkdienst van het jaar. 25 december is de eerste kerstdag en daarmee de eerste dag van het kerstfeest. De beste kerstdagen zijn natuurlijk het mooist als ze gevuld zijn met een mooi pak sneeuw. Wij noemen dit dan een witte kerst. Eerste kerstdag wordt vaak thuis met familie gevierd. S avonds komt iedereen bij elkaar en wordt er genoten van een mooi en hopelijk lekker kerstdiner. Voor het kerstdiner wordt er natuurlijk wat bijzonders voorbereid. Vaak komen er meerdere soorten groenten op tafel en wordt er wild gegeten. Rond de kerstdagen wordt er veel kalkoen en konijn verkocht, wat graag gegeten wordt met een veenbessensausje. In Nederland hebben we. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, twee kerstdagen. Bij drie grote feesten in Nederland spreken we van een tweede vrije feestdag. Dit is het geval bij Kerst, Pasen en Pinksteren. Een van de redenen voor deze extra dag is dat het mensen de kans geeft voor meer dan maar één kerkgang. Veel mensen maken gebruik van deze dag door onder andere te gaan winkelen of om op visite te gaan bij overige familieleden of kennissen. In veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten worden aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen verbrand, bij een zogeheten kerstboomverbranding. Veel kinderen verzamelen de kerstbomen op een daarvoor bestemde brandplaats. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? Het sneeuwklokje, een prachtige witte bloem die bloeiend te vinden is van januari tot en met april. De bloem groeit aan de ongeveer 25 centimeter lange bloemenstengel en hangt naar beneden. De lange, smalle bladeren van de bloem vallen bal op de stamper heen en heeft de bloem wat weg van een kerkklok. Dit is een iconisch symbool tijdens de kerstdagen. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Een kat of hond, een ratje of muis, vogel, goudvis, konijn of cavia? De meerderheid van de Nederlanders heeft thuis een huisdier ontlopen, groot of klein. Omdat verjaardagen van huisdieren niet gevierd worden, hebben we in Nederland op 4 oktober Werelddierendag, waarop huisdieren en dieren in het algemeen extra aandacht krijgen. In deze les leren we u hoe Dierendag in Nederland wordt gevierd. Welk huisdier komt volgens u het meeste voor in Nederland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Als u bij verwennen alleen aan een extra snoepje denkt of een snack, dan bent u al op de goede weg. Maar in Nederland weten wij nog wel meer dingen te verzinnen om aan onze huisdieren te geven. Zo hebben wij bier voor onze dieren, speciale slobbershoe en verschillende spa's voor dieren om uw huisdier een dagje een vakantie te geven. Veel mensen die in de stedelijke gebieden wonen trekken er met hun huisdier voor een dagje op uit. En maken een extra lange wandeling door een bos of een park. In de stad zijn er maar weinig plaatsen waar je hond vrij mag lopen. Daarom is een losloopweide in je buurt een extraatje voor je huisdier. Veel mensen gaan met dierendag naar deze plekken en zijn er dus genoeg speelmaatjes te vinden. Zelfs als je een konijn, rat of ander knaagdier hebt, kan je eens experimenteren met vrij rondlopen. Het is fijn om eens niet in een kooi te moeten vertoeven, en onder toezicht kunnen ook deze dieren zonder probleem rondhuppelen in huis of de tuin. Huisdieren werden vroeger altijd genomen vanwege het praktische nut. De hond was er als waakhond, koeien geven melk, kippen geven eieren en de poes kon muizen, ratten en insecten vangen. Tegenwoordig nemen wij een huisdier voor de gezelligheid, om te aaien, mee te spelen en omdat ze er zo lief uitzien. Huisdieren in Nederland staan in onbekend om veel verwend te worden. Niet zoveel als de chihuahua van Paris Hilton, maar in Nederland mogen dieren vaak doen wat ze willen. Ze worden vaak beschouwd als lid van de familie. Als u met uw Nederlandse huisdier gaat reizen, dan moet u een speciaal paspoort laten maken. Dit geldt in ieder geval voor het reizen met honden, katten en fretten, zowel binnen als buiten de EU. En nu het antwoord op het Christmas zojuist. Welk huisdier komt volgens u het meest voor in Nederland? In totaal leven er rond de 31 miljoen huisdieren in Nederland. 4 miljoen gezinnen hebben één of meerdere dieren. Er zwemmen maar liefst 18 miljoen vissen rond in Nederland. Niet zo heel gek, want in het gemiddelde aquarium zitten er meer dan 20 vissen. Naast de vis komen de kat en de vogel het meest voor. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Drie Koningen, ook wel de epifanie of openbaring van de Heer genoemd, is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Tijdens deze viering herdenken we de wijzen uit het oosten die een ster zagen en deze als richting gebruikten om de koning van de Joden te vinden. Nadat ze in Bethlehem waren aangekomen, vonden ze de pasgeboren Jezus in zijn kribbe. In deze les lees je over de drie koningen. Hoe heten de drie wijzen uit het oosten? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Bij kerken of in het kerkportaal wordt er rond drie koningen ieder jaar een toneelstukje opgevoerd met Maria, Jozef, het kindje Jezus, de ezel, de os, Herodes en de drie wijzen. Vaak wordt dit georganiseerd door basisscholen. In Maastricht wordt er naast een toneelstukje jaarlijks een levende Drie koningenstoet stoet door de binnenstad van Maastricht georganiseerd. Geheel gekostumeerd trekken de koningen op paarden en kamelen door de stad. In de stoet lopen ook herders met ezels en schapen en uiteraard Maria en Jozef met het kindje Jezus mee. Kinderen worden uitgenodigd om met lampionnen mee te lopen. Drie Koningen was vroeger net zoals Pasen, dat was van oorsprong een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met drie koningen de weiding van het water plaats. Dit houdt in dat met wijwater huizen kunnen worden gezegend, als de bewoner dat natuurlijk ook zelf wilt. Bij deze huiszegen schrijft men met krijt de letters C en B op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan vaak op of naast de deur staan tot Pinksteren. De letters staan voor de Latijnse spreuk voor Christus zegen dit huis. Kinderen lopen de avond voor drie koningen in groepjes van drie verkleed met een kroon langs de deuren. Een van de kinderen heeft een zwart gemaakt gezicht, omdat een lid van de drie wijzen een getinte koning was met een baard. Ze dragen daarbij lampionnen en zingen. Als beloning voor het zingen krijgen de kinderen eten, snoep of geld. De lampionnen zijn een overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze geesten te verjagen. Het snoepgoed dat wordt uitgedeeld stamt van heidense offermalen. Het wijwater dat wordt gewijd tijdens de vigiliën op de avond voor drie koningen wordt gezien als het meest krachtige wijwater. In Midden- en Oost-Europa wordt het gebruikt om alle ziekten te weren voor mens, dier en om duivelse invloeden te neutraliseren. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Hoe heetten de drie wijzen uit het oosten? De namen van de drie wijzen uit het oosten zijn Melchior, Balthasar en Kasper. Het getal drie heeft men afgeleid van wat de drie wijzen gaven. Goud, wierook en mirre. Hetgeen wat Jezus ontving vlak na zijn geboorte. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Pinksteren komt precies 10 dagen na Hemelvaartsdag en 49 dagen na Pasen. Net als Kerstmis en Pasen kent Pinksteren ook een tweede dag waarop gevierd wordt. In deze les gaan we u uitleggen wat Pinksteren en Hemelvaartsdag inhoudt en hoe wij dit in Nederland vieren. Weet u wat het Griekse woord Pentekosten in het Nederlands betekent? We zullen het antwoord onthullen aan het eind van deze video. Veel mensen in Nederland zien Pinksteren alleen als een dag vrij. Vooral voor de jeugd heeft Pinksteren deze betekenis. Maar we weten allemaal dat er een veel groter verhaal achter Pinksteren zit. Pinksteren is namelijk ontstaan uit het Joodse wekenfeest, die ook wel Shavuot genoemd wordt. Waar vroeger Pinksteren alleen maar een dankfeest was voor het binnenhalen van een goede oogst, heeft Pinksteren sinds de 2. Eeuw na Christus een nieuwe betekenis. Namelijk de dag waarop we het verbond tussen God en Israël herdenken. Hemelvaartsdag is een dag waarop we herdenken dat Jezus Christus definitief zijn weg terug naar de hemel heeft gevonden. Omdat Pasen ieder jaar op een andere dag valt, doet Hemelvaartsdag dat ook. Hemelvaartsdag is precies 40 dagen na Pasen en valt altijd op een donderdag. Omdat Pasen altijd op een zondag valt. Lastig, hè? Omdat ambtenaren en veel andere werknemers een verplichte vrije dag hebben en de winkels gewoon open zijn, gaat iedereen erop uit om in de grotere steden als Amsterdam en Utrecht te shoppen. Pinkpop is een jaarlijks driedaags popfestival in Landgraaf dat in het weekeinde van Pinksteren plaatsvindt. Het festival duurt drie dagen en trekt per dag ongeveer 60.000 mensen. Pinkpop is een van de langstlopende jaarlijks terugkerende popfestivalen ter wereld. In principe wordt het evenement altijd met Pinksteren gehouden, maar valt Pinksteren vroeg in het jaar, dan wordt het in een ander weekend gevierd dat in of dichter bij de maand juni ligt. Rond de maand juni zijn de meeste bands op tour door Europa, wegens de vele festivalen hier. Veel bezoekers dragen tijdens het festival het iconische roze pinkpoppetje. Wist u dat de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag behoren tot de drie meest populaire steden om te gaan winkelen op een vrije dag? Naast het eindeloze aanbod van winkels, uitgaansgelegenheden, restaurants en musea staat Den Haag ook bekend om zijn stranden. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat het Griekse woord pentikasti in het Nederlands betekent? Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord pentikosti, wat vijftig betekent. Dit refereert naar de dag waarop Pinksteren wordt gevierd. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Rotterdam is een van de grootste zeehavens ter wereld. Alleen de havens van Shanghai en Singapore zijn groter dan die van Rotterdam. De Rotterdamse haven is wel de belangrijkste van Europa. Het havengebied is 40 kilometer lang en telt meerdere havens. Ieder jaar begin september wordt er een groot feest georganiseerd voor en door de Rotterdamse haven. En dit feest wordt Wereldhavendagen genoemd. In deze les leren we over de Rotterdamse haven en de Wereldhavendagen, die hier ieder jaar gehouden worden. Hoeveel mensen komen er jaarlijks naar de Wereldhavendagen, denkt u? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Ieder jaar begin september staat de Rotterdamse haven een weekend in het teken van de Wereldhavendagen. Met vuurwerk, honderden schepen en spektakels op de Nieuwe Maas. Tijdens dit evenement krijgen bezoekers toegang tot plekken in de Rotterdamse haven waar normaal niemand mag komen. Er zijn honderden demonstraties van schepen die op de Nieuwe Maas laten zien tot waar ze toe in staat zijn. Iedere zaterdag wordt er vuurwerk afgestoken bij de beroemde Erasmusbrug, die volgens vele mensen lijkt op een witte zwaan en de skyline van Rotterdam tekent met haar aanwezigheid. Als je op tijd met kaartjes kopen bent, dan kunt u dit vuurwerk bezichtigen vanaf het water. Maar is het vanaf de kop van Zuid net zo mooi te bewonderen? Vaak is het vuurwerk te bewonderen onder het genot van een concert van bijvoorbeeld een van onze wereldberoemde DJ's Armen van Buren of Tiësto. De Wereldhavendagen zijn voor vele marinebedrijven perfect om te laten zien hoe ze presteren op zee. Zo heeft de Koninklijke Marine en de Nederlandse Brandweer een podium bij uitstek om te tonen hoe ze zorgen voor veiligheid op en vanaf zee. Dankzij hun hebben wij een vrije doorvaart op de Wereldzeeën en zijn zij hierdoor belangrijk voor Rotterdam en de Nederlandse economie. Deze shows zijn vaak gevuld met spectaculaire nepkalamiteiten, zoals het blussen van een brandend schip. Naast dit zijn er ook veel activiteiten voor de kinderen, die eigenlijk alleen maar als held de dag willen doorbrengen. In 2010 is Rotterdam benoemd tot IFAA, International Festivals and Events Association, het World Festival and Event City. Naast dat het de grootste overslaghaven van de wereld is, staat Rotterdam ook bekend om haar brede aanbod van internationale culturele en sportevenementen. En nu het antwoord op de CRISMA zojuist. Hoeveel mensen komen er jaarlijks naar de Wereldhavendagen, denkt u? Het weer is in de maanden van september nogal wisselvallig en daardoor trekken de Wereldhavendagen elk jaar een verschillend aantal bezoekers aan. Geschat wordt dat de toestroom ieder jaar ergens ligt tussen 400.000 en 425.000 mensen. Dat zijn heel wat voetbalstadions vol. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Moederdag en Vaderdag zijn dagen die gevierd worden door de kinderen. Moederdag op de tweede zondag van mei en Vaderdag op de derde zondag van juni. Ouders worden op deze dagen bedankt voor alle dingen die ze doen voor de kinderen en het gezin. Alle dagelijkse dingen die normaal voor lief worden genomen, krijgen extra aandacht tijdens deze ene dag in het jaar. In deze les leggen we uit waarom er een speciale dag voor vaders en moeders is. Welke dag was er, denkt u eerder? Moederdag of Vaderdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Moederdag vieren we met de gedachte dat onze moeders het hele jaar het gezinsleven met de bijhorende zorgtaken op zich nemen en dat eigenlijk altijd al hebben gedaan. Op deze ene dag in het jaar wordt moederlief vrijgesteld van haar taken en op een voetstuk geplaatst. Kinderen leggen de moeder in de watten en begint de dag vaak met ontbijt op bed plus een cadeautje. Met hele jonge kinderen wordt het cadeautje vaak een week van tevoren al gemaakt op school. Op een latere leeftijd wordt het al gauw een bloemetje of zelfs een luchtje. Net als wat Moederdag voor moeders doet, doet Vaderdag hetzelfde voor vaders. Vaak krijgt de vader op Vaderdag van zijn kinderen ontbijt op bed. Ook geven de kleinere kinderen knutselwerkjes die zij zelf op de basisschool voor hun vader hebben gemaakt. Verder zijn de cadeautjes typische mannencadeaus die in winkels, etalages met de nodige reclame duidelijk in beeld worden gebracht. Traditionele voorbeelden zijn overhemden, strapdassen en sokken, maar ook scheerapparaten en elektronica. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat alle door kinderen verwende ouders vaak ook nog ouders hebben om in de watten te leggen. Op hun beurt gaan volwassenen met de kinderen dikwijls op bezoek bij hun moeder en vader. Inmiddels grootmoeder en grootvader, eveneens met een klein cadeautje. Vaak wordt er lekker geluncht met gebak of soep met belegde broodjes. Moederdag en vaderdag is niet te vergissen voor mamadag en papadag. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat beide ouders werken en de kinderen op de basisschool en een kinderdagverblijf de dagen doorbrengen. Om dit tot een minimum te brengen, hebben we een Mama- en Papa-dag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welke dag was er, denkt u, eerder? Moederdag of Vaderdag? Moederdag werd al tien jaar in Nederland gevierd voordat de eerste officiële Vaderdag dat werd. Moederdag begon rond 1925 in Nederland en Vaderdag pas vanaf 1937. Officieel was Moederdag dus eerder. Dus lopen de vaders nog tien jaar met cadeautjes achter. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Het International Film Festival Rotterdam, het IFFR, is het grootste filmfestival van Nederland dat sinds 1972 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. Elk jaar gaat eind januari in Rotterdam een gras van films in première die gedurende de rest van het jaar in Nederland te zien zullen zijn. Onder deze films verstaan wij vele korte en lange films uit alle delen van de wereld. In deze les leert u over het International Film Festival Rotterdam. Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders bedoeld is? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Tijdens het grootste filmfestival van Nederland staan de kleinere, onafhankelijke en artistieke films van vaak weinig bekende regisseurs centraal. Hoewel er niets tegen Hollywoodfilms is en deze ook gedraaid worden, trekken de kartenfilms de meeste bezoekers tijdens dit festival. Het festival houdt niet op bij de uitgang van de filmzaal. Naast filmvertoningen is er in de programmering ook volop ruimte voor bijvoorbeeld muziek, optredens, borreltjes, talkshows en feestjes waarop volop gezongen en gedanst wordt. Een groot cultureel evenement. De kaartverkoop voor het Internationale Filmfestival Rotterdam staat ieder jaar rond 15 januari op de website van het Filmfestival Rotterdam. Lidmaatschappen op Tiger Friends en Patte kunnen al één dag eerder hun kaarten kopen. Dit zijn nationale bioscoopabonnementen die populair zijn bij zowel de jeugd als bij de ouderen. Omdat het filmfestival als een groot cultureel evenement wordt gezien, zijn de kaarten op verschillende festivallocaties te koop. Bijvoorbeeld ook in het theater de Doelen. Ieder jaar worden de krachten gebundeld met verschillende filminstituten om een dag van premières van korte films door heel Nederland te verzorgen. Om de positie van de Nederlandse film op de internationale markt te verstevigen, staan tijdens het filmfestival de filmmakers van de Nederlandse Films centraal. Aan de hand van de successen op dit filmfestival worden films geselecteerd voor de grote filmfestivalen van Berlijn, Sundance. Kan en nog vele anderen? Naast de bekende Tiger Awards, waar genomineerde regisseurs aan het eind met een geldbedrag van 15.000 euro naar huis gaan, zijn er ook minder grote awards die alsnog internationale erkenning en belangstelling met zich meebrengen. En nu het antwoord op de Quizma zojuist. Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders is? Alle films tijdens het IFFR worden tentoongesteld in hun originele taal. Vaak zijn deze films ondersteund met Engelse ondertiteling. Alleen een kleine selectie van alle films zijn volledig in het Nederlands of Nederlands ondertiteld. Nederlanders hebben een hoog niveau van zowel Engels, Duits als Frans. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Nieuwjaarsdag 1 januari, de dag waarop iedereen het afgelopen jaar achter zich laat en vol goede hoop het nieuwe jaar ingaat. Niet te vergeten dat deze dag een prachtig excuus is om eens een extra oliebol of appelvlap te nemen. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders oud en nieuw vieren. Al wordt de oliebol niet overal op de wereld gegeten, is hij wel bekend in vele landen. Weet u hoe ze de oliebol noemen in het buitenland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Nieuwjaarsdag begint precies na klokslag 12 uur middernacht op de eerste officiële dag van januari. Op dit moment klinken de meeste Nederlanders massaal hun glazen champagne en wensen wij iedereen het beste toe. Dit gaat gepaard met prachtige vuurwerkshows die door het hele land te zien zijn. Kinderen mogen op Oudejaarsdag al vanaf 10 uur ochtends klein vuurwerk afsteken. En het grote vuurwerk, dat wordt natuurlijk bewaard voor de volwassenen om het nieuwe jaar mee in te knallen. Op Oudejaarsavond komt iedereen nog samen om onder het genot van een drankje en wat snacks naar de Oudejaarconferences te kijken. Op onder andere de publieke zenders en op de commerciële zenders als SBS en Veronica. De Oudejaarconferences worden veelal gepresenteerd door bekende cabaretjes. Die een komische sketch hebben voorbereid met gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Vlak voordat het 12 uur is, worden de champagneflessen klaargezet en kijkt iedereen naar de aftelling op de TV. Iedereen telt de laatste 10 seconden hardop mee en wensen aan het eind elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. De dag na het nieuwe jaar is iedereen ontzettend moe, omdat er tot laat in de nacht door is gefeest. Maar dat houdt niet in dat iedereen in zijn bed blijft liggen. Integendeel zelfs. Langs de kusten van Nederland verzamelen duizenden mensen zich voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De plek waar de meeste mensen zich verzamelen is aan de kust van Scheveningen in Den Haag. Voor veel Nederlanders is dit de enige echte manier om het nieuwe jaar fris te beginnen. Wist u dat tijdens de nieuwjaarsduik de temperatuur van het zeewater rond de 7 graden Celsius of zelfs kouder kan bedragen? En moet u dan voorstellen met alleen een simpele zwemslip of bikini? Brrr. En nu het antwoord op de quizman zojuist. Weet u wat het Engelse woord voor oliebollen is? Oliebollen worden in het Engels Dutch Donuts of Dutchies genoemd. Zo kan u zien dat het een van oorsprong echte Nederlandse lekkernij is. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Dag van de Arbeid is een officiële feestdag op 1 mei, die niet afgedwongen is door de regering, maar juist door het volk. Deze feestdag kent geen jaloezie of haat en is voor alle sociale klassen bedoeld. Opgericht om de krachten van het land te verbroederen, geïnspireerd door hetzelfde idee en ideaal. In deze les leert u wat de Arbeidersdag inhoudt en hoe die in Nederland gevierd wordt. Kent u de naam van het strijdlied dat hoort bij de 1 Mei Vieringen? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks op 1 Mei herdacht. Op deze dag staan vele landen stil bij de strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering. Zo ook Nederland. De Dag van de Arbeid vindt zijn oorsprong in de 15e eeuw, toen de strijd voor een 8-urige werkdag werd geleverd door Engelse ambachtslieden. Deze kenden in die dagen werktijden van 14 tot 16 uren per etmaal. Pas in 1856 bereikten werkgevers en werknemers in Engeland overeenstemming over het beperken van een arbeidsdag tot 8 uur. Dit gaf een voorbeeld aan andere landen om te strijden tegen oneerlijke arbeidsomstandigheden. Nergens is dit feest een heel groot feest van de arbeid. Dat wil zeggen, geen grote fanfare met rode vlaggen en duizenden werknemers die optrekken in hun fanfare en arbeidsvoorkeuren opdringen. Het is een klassieke meiviering geworden met een optocht en een speech waarin de arbeider centraal staat. De optochten zorgen dat de straten gevuld zijn met praalwagens, turnkarpsen en verschillende vrijwillige fanfares. Op sommige plaatsen worden stoomlocomotieven speciaal voor deze dag klaargemaakt en versierd met de prachtigste bloemen. De datum 1 mei is niet zomaar gekozen. In Noord-Amerika is 1 mei de Moving Day, de dag waarop alle bestaande arbeidscontracten worden vernieuwd en zo ook bestaande woonruimtecontracten. In veel landen, onder andere in Frankrijk, is 1 mei een doorbetaalde vrije dag. In Nederland geldt dit vreemd genoeg niet voor arbeiders. Maar wel voor een kleine groep ambtenaren. 1 mei verloopt niet ieder jaar vredeliefend. 1 mei 1891 was het begin van een wekenlange reeks stakingen die schokken teweeg brachten in het hele land. De burgerij vermoedde zelfs dat de socialisten het begin van de revolutie hadden ingeleid. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u de naam van de strijdlied dat hoort bij de 1 Mei Vieringen? De naam van het strijdlied van de 1 Mei Vieringen is De Internationale. Het officiële strijdlied van de arbeidersbeweging, gecomponeerd door Pierre de Geiter. Wat als officieel strijdlied van de beweging werd geproclameerd. Tot 1944 was het ook het volkslied van de Sovjet-Unie. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Tilburgse kermis of Tilburgkermis is de grootste kermis van de Benelux. Deze kermis wordt gehouden in de noord-brabantse plaats Tilburg rond het eind van juli. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit het binnen- en buitenland in een 4,5 kilometer lange rij door het centrum van Tilburg. In deze les leert u over de grootste kermis van de Benelux, namelijk de Tilburgse kermis. Weet u hoeveel jaar de Tilburgse kermis al gehouden wordt? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De grootste kermis van de Benelux loopt vanaf het Besterdplein naar het Stadhuisplein. En dat is een flinke wandeling. De Tilburgse kermis wordt zeven dagen voor de laatste zondag van juli rond 19 uur geopend en wordt op zondag 28 juli met vuurwerk om 22 uur afgesloten. Ze noemen de afsluiting de begraving. De drugsbezochte dag van de kermis is de Roze Maandag een groot gay-evenement, maar open voor ieder publiek. Iedereen is in zijn meest uitbundige kostuum en komt om extreme figuren te spotten. Naast de attracties een perfecte manier om te genieten van dit geweldige feest. Vanwege de ongelooflijke grootte van de kermis worden de attracties op een interessante manier georganiseerd, namelijk door middel van verpachting. In het najaar plaatst de gemeente een advertentie dat de kermis er weer aankomt. Hierin staan enkele voorwaarden en kunnen exploitanten een inschrijfformulier aanvragen. Hierop moeten ze zaken invullen als de afmeting van hun attractie, het gewicht en de locatie. Zo kunnen ze zich aanmelden voor elk van de pleinen: Koningsplein, Bestertplein, Spoorplein en Spoorlaan. Het is een hele klus om alle attracties op hun plaats te krijgen. Daarom beginnen de voorbereidingen al weken van tevoren. Als u op de kermis naar de grond kijkt, dan ziet u dat er voor iedere attractie een mooi vak is uitgetekend. Het uitzetten gebeurt in Tilburg vanaf ongeveer een maand van tevoren. Dit is geen klein werkje, want alles moet natuurlijk precies passen. Daar komen zelfs landmeters aan te pas. Zelfs de bushokjes, lantaarnpalen Bloembakken en al het andere wat in de weg komt van de kermis wordt uit de weg gehaald. Soms worden zelfs de bomen bijgesnoeid. Een kermis tien keer zo groot als de Tilburgse kermis is te vinden in München. Deze kermis wordt gehouden als deel van het grootste volksfeest ter wereld, namelijk het welbekende Oktoberfeest. Jaarlijks trekt dit evenement meer dan 6 miljoen mensen aan. En nu het antwoord op het Christmas zojuist. Weet u hoeveel jaar de Tilburgse Kermis al gehouden wordt? In 2010 bestond de Tilburgse Kermis precies 440 jaar. Hoewel de kermis met de tijd is meegegaan en dus voor het merendeel nu uit moderne attracties bestaat, heeft ook de nostalgische kermis met historische attracties op het Willemsplein een vaste plaats behouden. Dit om niet de oude kermisfeer te vergeten. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Sint-Nicolaas komt ieder jaar met zijn verjaardag op 5 december naar Nederland toe om dit samen met ons te vieren. Hoewel de meeste Nederlanders hiermee zijn opgegroeid, is de goed Maan voor veel Niet-Nederlanders een totaal nieuwe verschijning. We gaan dus even kennismaken. In deze les zal u kennismaken met Sinterklaas. Weet u waar de Goede Sint volgens de geschiedenisboeken oorspronkelijk vandaan komt? We zullen het antwoord verraden aan het eind van deze video. De Sint en zijn Pieten komen half november met de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland. Vanaf dit moment mogen kinderen hun schoen bij de kachel zetten voor de Pieten om er een klein cadeautje in te doen, bijvoorbeeld een chocoladeletter. Alle kinderen zingen een speciaal liedje voor de Sint en zijn pieten tijdens het zetten van hun schoenen en volgen ze dagelijks de nationale televisie, het Sinterklaasjournaal, die de kinderen op de hoogte houdt van wat de Sint doet. Op 5 december is de Sint jarig en is het Pakjesavond. Die avond brengt de Sint bij alle kinderen in Nederland een grote jutezaak vol cadeautjes langs. Ook volwassenen vieren Pakjesavond en geven elkaar cadeautjes uit naam van de Sint. Gebruikelijk komt dit samen met een Sinterklaasgedicht en wordt het cadeautje verpakt als verrassing. Door van tevoren naamloosjes te trekken, weet je voor wie je een surprise mag maken. Zwarte Piet is het hulpje van Sinterklaas. Veel kinderen zijn gek op de pieten, want ze halen kattenkwaad uit, dansen grappig en strooien met lekkers. Ze klimmen op daken en komen s'nachts door de schoorsteen heen. Om een cadeautje in je schoen te stappen. Maar dat geldt alleen voor kinderen die in dat jaar lief zijn geweest. Kinderen die niet lief zijn geweest mogen mee in de zak terug naar Spanje. In Nederland is de naam van het paard van Sinterklaas Amerigo. Ook kennen wij hem als schimmel. Maar in Vlaanderen heet het paard van Sinterklaas slecht weer vandaag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar de Sint oorspronkelijk vandaan komt? Sinterklaas is ongeveer 1700 jaar geleden geboren in het plaatsje Patara, dat nu in Turkije ligt en niet in Spanje zoals de meeste Nederlanders denken. De locatie van het officiële hoofdkantoor van de Sint is natuurlijk geheim. Als je dit jaar stout bent geweest en hij je in de zak mee terugneemt, is het maar de vraag of je naar Spanje of naar Turkije gaat. Hallo iedereen. Mijn naam is Gabriella. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenkingsdag in Nederland worden alle oorlogsslachtoffers om precies 20 uur 2 minuten herdacht. In alle gemeentes in Nederland zijn er herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. In deze les zullen we u leren hoe wij in Nederland de oorlogsslachtoffers herdenken tijdens onze Nationale Herdenkingsdag. Weet u waarom wij in Nederland dodenherdenking op 4 mei organiseren? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. In alle gemeentes in Nederland zijn er herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. Tussen 8 uur en 2 over 8 s avonds houden wij 2 minuten stilte. Tijdens deze twee minuten wijden wij onze gedachten aan de gesneuvelden en de mensen die nog steeds te kampen hebben met de moeilijkheden die voortgekomen zijn uit de Tweede Wereldoorlog. De grootste en meest belangrijke samenkomst tijdens de Nationale Dodenherdenking in Nederland vindt plaats op de Dam in Amsterdam. De herdenking begint met een bijeenkomst voor overlevenden en nabestaanden in de nieuwe kerk. Vervolgens, bij het nationaal monument op de dam, legt koningin Beatrix daarna een krans en om precies 8 uur s avonds luidt een trompetgeschal. Heel het land is nu twee minuten stil. Het is een Nederlands gebruik om de Nederlandse vlag op halfstok te hangen van 6 uur s avonds tot zonsondergang. Na de twee minuten stilte is de herdenking nog niet afgelopen. Hiernaast zijn er nog activiteiten, zoals kransen en bloemen leggen. Om die reden begint de vlag halfstok tot zonsondergang. Veel openbare gelegenheden houden rekening met de dodenherdenking. Dat betekent geen muziek en geen activiteiten tussen kwart voor acht en kwart over acht 's avonds. Het moet in ieder geval voor iedereen mogelijk zijn om deze twee minuten stil te zijn. Wist u dat Nederland het enige land is dat de herdenking en bevrijding op deze manier combineert? Denemarken, bijvoorbeeld, organiseert maar eens in de vijf jaar een herdenking en Frankrijk heeft twee herdenkingsdagen, één voor iedere wereldoorlog. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Weet u waarom wij in Nederland dodenherdenking op 4 mei organiseren? Nederlandse leden van voormalige verzetsgroepen en nabestaanden besloten om op de avond voor bevrijdingsdag op verschillende plaatsen in het land stille tochten te houden. Naar de plaatsen waar hun dierbaren tijdens de oorlog overleden zijn. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Op Bevrijdingsdag wordt de bevrijding van Nederland in 1945 gevierd. Op dezelfde dag vieren wij ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië. Op 5 mei staat Nederland stil bij de grote waarden van vrijheid, democratie en mensenrechten. In deze les zullen we u uitleggen wat de tradities zijn rondom Bevrijdingsdag. Weet u op welke andere dag de vier vrijheidswimpel ook gebruikt kan worden? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Bevrijdingsdag begint altijd met een inhoudelijk ochtendprogramma. Deze Stadnationale Viering van de Bevrijding wordt ieder jaar in een andere provincie gehouden. Het programma vormt de overgang tussen de dodenherdenking op 4 mei en het feest op 5 mei. Een prominente Nederlander, zoals de minister-president, houdt de 5 mei lezing over het centrale thema van het jaar. Daarna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit is het startsein voor alle bevrijdingsfestivalen en andere festiviteiten in het land om te mogen beginnen. De Tweede Wereldoorlog is in 1945 geëindigd. Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse en Japanse bezettingen. In Hotel de Wereld in Wageningen werd er op die dag de capitulatie van Duitsland ondertekend en was Nederland een vrij land. Veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn al oud of bijna overleden. Er zijn ieder jaar steeds minder mensen in Nederland die zich de Tweede Wereldoorlog kunnen herinneren. Dit betekent niet dat Herdenkingsdag of Bevrijdingsdag wordt afgeschaft. Ook zonder oorlog blijft het herdenken en vieren van onze vrijheid belangrijk. De Nederlandse vlag hangt op 5 mei van zonsopgang tot zonsondergang in de top van de vlaggenmast. Alleen zonder oranje wimpel. Daarvoor in de plaats wordt de vier vrijheidswimpel gebruikt. Een wimpel met een rood-blauw logo en een fakkel met een vrijheidsvuur en de tekst Vier Vrijheid. Omdat het gaat om een nationale viering zijn andere vlaggen ook toegestaan op deze dag, zoals de provincievlag, de gemeentevlag, vlaggen van de landen binnen het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk en vlaggen van overige landen. In Nederland worden elk jaar 13 bevrijdingsfestivalen georganiseerd. Er worden bekende Nederlanders aangewezen als ambassadeurs van de vrijheid en vervolgens per helikopter naar de bevrijdingsfestivalen vervoerd. Ze geven de hele dag optredens en voeren actie onder het motto: Vrijheid maak je met elkaar. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Weet u op welke andere dag de vier vrijheidswimpel ook gebruikt kan worden? Deze wimpel wordt naast deze dag ook gebruikt op 15 augustus. Dan wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands Indië gevierd. Op deze dag worden de slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië herdacht. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.